Het einde van je gevangenisstraf als gedetineerde gaat vaak gepaard met een gevoel van opluchting, maar ook onzekerheid. Veelal ben je te weinig gewapend om te reïntegreren in de maatschappij. Met het project LIO willen we dit voorkomen door op tijd samen te zitten. Leerwinkel gaat tijdens detentie na welke de competenties zijn en stippelen een persoonlijk leertraject uit. We vragen naar de interesses en vaardigheden om de persoon de juiste info te geven, zodat hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Soms vraagt dit goedkeuring van het gevangeniswezen en moeten er contacten gelegd worden met opleidingscentra. Leerwinkel helpt hierin met het geven van begeleiding over welke richting de persoon wenst uit te gaan. En vaak is dit ook goed nieuws voor vrienden en familie, eenmaal de keuze is gemaakt. Na de eerste stap van inschrijving volgt al snel de opleiding die kan zorgen voor de nodige erkenning met een diploma. Als het nodig is, wordt de begeleiding door Leerwinkel ook na de vrijlating verder gezet. Het project Learning Inside Out wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds en de provincie West-Vlaanderen en heeft door de samenwerking met VOCVO en Justitie al bijna 150 gedetineerden begeleid.